Zuidwest. Update. Nou, het idee is dat we als mensen met elkaar moeten proberen samen te leven, ook al zijn er verschillen tussen mensen. Dat er altijd ook dreiging en oorlog is. En daarom hebben we vandaag verhalen van vluchtelingen gehoord die hier in Nederland zijn komen wonen. Maar we hebben ook verhalen van mensen gehoord die in de oorlog van 40-45 gevlucht zijn voor de honger bijvoorbeeld. Iemand uit Amsterdam die hier naar Koudum kwam. Het was dus thuis wel gezellig met jong en oud. Een paar oudere mannen hebben toen onze orgel uit tafoor gehaald en bij ons hier in de kamer gezet. Daar hebben we veel plezier van beleefd. Of een meisje wat met haar vader die bij de spoorwegen werkte en daar kwam een staking ook weg moest. Dus ook in onze eigen samenleving zijn er nog mensen die weten van angst, geweld en onderdrukking. We zijn bij het politiebureau geweest en hebben gehoord hoe de politie nu in deze tijd probeert om te gaan met de verschillen die er in onze samenleving voortkomen. En ondertussen proberen we met elkaar, met onze oude en nieuwe Nederlanders, toch een samenleving op te bouwen waar het goed leven is. Dat is het idee eigenlijk. En we sluiten de manifestatie af door hier met elkaar op het Frieslandplein samen te eten. Hapjes die door vluchtelingen gemaakt zijn, maar ook eten wat door Nederlanders is klaargemaakt. En er is muziek. En zo hebben we een gezellige afsluiting met elkaar.